Welkom in de straten van Macau. Het draait hier namelijk maar om twee dingen. Dat is gokken en racen. Het racen, dat is net als in het casino. Trek je de verkeerde kaarten, dan gaat het ook echt mis. Vallen je dobbelstenen goed, dan ben je de winnaar. Maar vallen ze fout, ben je ook echt de verliezer. Net als bij het roulette. Valt het balletje op het juiste nummer, dan ben je de winnaar. Maar valt hij op een ander nummer, dan ben je alles kwijt. En als jij wil zien hoe dicht we hier langs de muren rijden, ja, dan zeg ik stap in en rij even een rondje mee over de straten van Macau. We gaan hier de ronde aanzetten onder de lichten. Dat is de start-finishlijn. Eerste bocht linksaf. Net niet vol gas. Korte rift. Zitten daar ook hobbels bij het buitenkomen. Je ziet het ook, hè, hoe ik in mijn stoel zit. Hè. Je ziet mezelf helemaal omhoog en omlaag bewegen. We hebben de snelste bocht van de screen. Mandarin Gran Lapa, het hotel hier aan de linkerhand, dat is waar we in zitten. 230 km per uur hier mid corner speed. Zesde versnelling. Even liften. Langs de rechte stuk, hier kan je inhalen. Gaan we door naar de eerste bocht eigenlijk, Lisboa. Daar komt het hier aan de linkerkant, het Lisboa Casino zit. De bekendste bocht die er is. Omhoog, derde versnelling. Net helemaal langs het randje zit er ook een stoeprand. Waar je velg niet stuk kan rijden. Hier rij je heel stijl omhoog. Het ziet niet zo, maar het is net alsof je gewoon echt alleen maar naar de lucht kijkt. In de bocht heel licht aanremmen, nog een beetje gas. Terug naar tweede versnelling en vlak langs de muur. Eerste versnelling. Krijgen we hier het infield. Allemaal in de derde versnelling. En dan moet je een mooie swing vinden met de auto. Derde versnelling. Gebruik even z'n twee om aan te remmen. Op naar 4, short shiften. En volhouden. Oeps, net even niet. Dit rondje ging hij net niet. Nieuwe banden zou moeten kunnen. Aanremmen bij de stoplichten aan de rechterkant. Gaan we linksaf naar beneden. Short shift naar derde versnelling. Bocht was in 2. Hou ik hem in z'n 3. Normaal gesproken ging ik hier naar 4. Eerste versnelling. Het smalste gedeelte van het circuit. Eén na smalste gedeelte van het circuit. En dan gaan we rechtsaf omhoog. Klein sprongetje weer in eerste versnelling. Op naar 2. Eventjes een overstuur bij het uitkomen. En dan komen we hier bij het gedeelte waar je niet mag inhalen. Een constante gele vlag. Let op zo direct. Hier zie je hem al hangen rechts. Hier kan je ook absoluut niet inhalen. Het is zo ontzettend smal dat je hem helemaal wijd moet aansnijden. Haaks om. Je ziet het schuur helemaal haaks. En volgens een even klein beetje wielspin bij het uitkomen. Op naar beneden. 2, 3, 4. Op naar Fisherman's Bend. Derde versnelling. Iets na de 100 meter aanremmen, vlak langs de vangrail, lang binnenhouden, op naar buitenkant tegen de muur aan. Gaan we door naar z'n 4 en dan gaan we naar de laatste bocht van het circuit. Moet er ook wel uitkijken. Zit alleen grip aan de binnenkant. Lang binnenhouden. Vroeg vol gas, want dan trek je mee het hele rechte stuk. Dit was een ronde van het allermooiste circuit wat er bestaat, Macau.